Welkom bij een Action Shoplog. Ik ben nog niet volledig tevreden over de achtergrond die ik wil gaan gebruiken. Maar voorlopig is het niet anders. Heel mijn appartement ligt nogal rommelig erbij op dit moment. Ook dat stukje, maar dat valt nog mee. De rest is er momenteel veel erger aan toe. Maar dat hoort een klein beetje bij het verhuisproces. Ik wil jullie even laten zien wat ik in de Action heb gekocht. En daarna kan ik ook weer de dag gaan opruimen. Ik heb twee van deze mandjes gekocht. Dit is voor in mijn badkamer. Waar ik dan van die producten in kan doen. Zoals bath bombs en douchegels en shampoos. En ze hebben alle twee ook zo'n lavootje. Ik vind dat er super tof uitzien. Ik hoop dat mijn deur niet de hele tijd gaat open en toeslaan. Ik heb ook een sun hat gekocht. Deze ga ik DIY'en voor zij of haar in juli 2019. Daarom heb ik die ook gekocht. Uiteraard kan je ook gewoon eentje gebruiken dat je op een tweedehands site koopt ofzo. Maar ik heb deze gekocht. In de IKEA ben ik al heel lang aan het twijfelen over zo'n keukenblok trolley. En daar vond ik hem eigenlijk net te duur. En nu hadden ze een Action voor 20 euro. Dus ik ben heel erg blij daarmee. Vooral omdat ik dat heel graag wil gebruiken voor mijn bullet journal spulletjes en zo. En dan kan ik het overal meer naartoe rijden. En heeft het niet echt een plek waar ik echt mijn bullet journal moet gaan werken, maar kan ik het gewoon overal doen. Ik kocht ook dit mandje. Ik hoop dat deze past. Want het is eigenlijk om planten in te zetten. Dus ik duim voor mij dat het zal lukken. Ik heb twee van deze kleine kadertjes gekocht om dingetjes in te zetten. Eigenlijk vind ik de prik die er nu in zit ook eigenlijk wel heel erg tof. Maar we gaan veranderen. Ik heb zo'n bakje voor aan het aanrecht waar ik dan mijn groente- en fruitafval in kan doen. Voordat die in de groene bak gaat. Als je snapt wat ik bedoel. Twee vuilniszakken. Dit is de biobag 20 liter en deze is de biobag 5 liter. Een verbanddoos. Dat leek mij wel ideaal, omdat dat zo'n beetje de start is van mijn EHBO-kitje hier op mijn appartement. En ik kocht ook nog 3 extra handdoeken. Want de vorige keer had ik mijn handdoeken gekocht voor hier in huis, maar ik ga eigenlijk wel regelmatig gaan zwemmen. En dan is het gewoon echt handig om extra handdoeken te hebben, omdat dat, ja, je gebruikt er elke keer 2. Een blok post-its. En een setje acrylic paint voor mijn DIY. Ook hoort ik nog van deze twee A4 kaders. En zo'n bakje om papier te doen. Ik had er al zo één, maar nu heb ik er 2. Ideaal om op mijn brood te zetten. Zo, dit was dan deze Action Shoplog. Hopelijk genoten jullie van deze video. En dan zie ik jullie een volgende keer weer. Doedels!